Aartje! Hey, wat gaan we maken vandaag? Bolussen, Andrew. Bolussen. Ah, kijk, de Zeeuwse bolus. Dit keer uit het boerige Sinan. Bolus, we hebben al een witbroodmix hebben we al aangemaakt. Ja, inderdaad. Dus gewoon een witbroodmix voor. Oké, wat hebben we nog meer nodig? 2 lepeltje kaneel, 1 lepel suiker. Plus minus 200, 250 gram bastardsuiker. Oké. Bruine wel. Oké, en nu gaan we deze in stukken snijden. Ja, deze is heeft een reis gemaakt. Een reis waar hij zich vol heeft ontpopt, heeft ontdoen van zijn jonge blaadjes. Hij is volwassen. Hi. Kajaartje, bruine bastensuiker, kristalsuiker en kaneel. Mengen we door elkaar. Voordat deze gemengde suiker erop gaat, Aartje, gaan we eerst de bolletjes even licht toucheren met wat handwarm water. Het vochtige bolletje breng ik vervolgens in het mengsel. In het mengsel. En dan gaan we hem helemaal met suiker insmeren, soort van. En je maakt er een sliert van? We maken er een sliert van, dus daar krijg je het steeds langer. Ja. En dan mag je het best een beetje in durven. Come so far, get there, if we get there. Let me know when we get there. We gaan nu plaatsen in die oven. Ik denk voor een kwartiertje. Een kwartiertje? We geven ze een kwartiertje. Daarna, Andrew, wil ik de oven iets hoger verwarmen, tot 175 graden. Ja. En dan geven ze nog 8 minuutjes. Andrew, kijk, ze hebben mooi gaan reizen. Oh, ze zijn huge geworden, Aartje, mag ik dat zeggen? We hebben eigenlijk een te klein bakje gebruikt. Ja, dit hadden we niet voorzien. Andrew, als je ze voor de tweede keer uit de oven hebt gehaald, ja, doe ze gelijk af laten koelen, maar wel op een bakpapier of een vetvrije schaal. Ja. Want er zit natuurlijk vrij veel suiker in. En als je dat op een bord gaat doen, dan blijft het aan het bord kleven. Dat moet je niet hebben. Ze zien er goed uit, Aartje. Ze zien er perfect uit, vind ik. Mooi donker van kleur. Je ruikt ze ook goed. Absoluut. Ja, ik denk, we moeten maar eens gaan proeven. Maar gezien het prachtige weer buiten, zou ik zo'n natuurproduct als dit tot het liefst buiten willen proeven, Aartje. Dat is een... Wat zeg jij? Ik zeg, dat is een uitstekend plan. Maar hoe smaakt die? Is die droog? Aartje, dit is heerlijk. Dat is een heel goed Andrew. Dat is zeker de moeite waard om eens te proberen. Andrew, ik heb kleven aan u. Ik zeg, geef die box maar. Ik geef u een box vandaag, Aartje. Dank je wel.